dames en heren, laat dit boek ook een knalpot in uw brein zijn. We zitten opgescheept met een erfenis, een koloniale erfenis. We hebben allerlei ideeën, nostalgie en boosheid en woede. Maar hoe denken de Indonesiërs er zelf over? Lees dit, een nieuwsgierige jongeman die vragen stelt en die zich niet aan de hokjes, maar die hele scherpe oren heeft. Dat heb je wel nodig, want het vergaat je als je luistert naar het geknetter van de knalpot.